Van harte welkom bij deze speciale aflevering van Tiel aan tafel, waar we in terugblikken naar de raadsperiode van de afgelopen 4 jaar. Daarin verschillende filmpjes van de zogenaamde afscheidsraad. En we hebben hier ook een gast aan tafel zitten, dat is Arjen Sijpkes. Want jij hebt ook inmiddels afscheid genomen van diezelfde gemeenteraad. Dat klopt. Je hebt in totaal, hoe lang? 4 jaar gezeten? 8 jaar. 8 jaar. 2 periodes. 2 periodes, ja. Oké. Okay. 2 periodes. En dat geeft natuurlijk een aardig beeld van hoe dat er dan aan toe gaat. Hè? Ja. Nou vraag ik aan jou, hoe is dat geweest zonder het mooi te verbloemen? Nou, het is natuurlijk een lange periode, 8 jaar. En er zat ook verschil in natuurlijk. En er zit verschil in. En het zijn 2 verschillende, noem het maar even, regeerperiodes. En waar ik het idee had dat de eerste periode het allemaal nog vrij rustig en vlot verliep, hebben we de laatste 4 jaar toch wel ietsjes meer, ja, ze nu dan wat frictie gehad in de raad. Maar je zit in die raad namens het CDA. Ja, klopt. Vertel verder, die fricties. Nou, werd het leuk. Ja, dit wordt het wel leuk. In die zin, het was geen makkelijke periode de laatste 4 jaar. We hebben natuurlijk corona gehad. We hebben best wel wat moeten strijden om financiën voor de gemeente. En een nieuwe setting met een nieuwe coalitie, waar je voorheen traditioneel toch de landelijke partijen had, VVD, PvdA en CDA, ging opeens over naar een wat meer lokale coalitie met PvdB en dan in dit geval VVD en de PvdA erbij. Nou, dan zie je dat dan andere partijen als D66 en CDA, traditioneel toch wel bestuurderspartijen, in de oppositie zitten. Dat heeft heel veel pijn gedaan. Ja, ik laat proefballonnetjes. Nou, nee hoor, die mag je best. Nee, dat doet mij sowieso geen pijn. En onze partij. Nee, maar ook ik bedoel, niet. Het sentiment in die raad. Ja, je voelt dat, hè? Niet concreet. Maar ja, dat sommige uitspraken die dan bijvoorbeeld vanuit D66 gedaan werden, maar ook vanuit de PvdB. Dat je denkt, nou, dat wringt. Het schuurt. Dat is een mooi schuurt. Woord. Het schuurt. Heb je dat er zelf ook ervaren? Nou, je ziet het. Je zit natuurlijk op de voorste rij in zo'n raad. En je bent met z'n allen bezig. Dus je zit midden in die dynamiek van het besturen van zo'n stad. En omdat ik al wat jaartjes meeloop in de politiek, ook als commissielid voor die 8 jaar. Ja, weet je hoe voorheen altijd een beetje de haas liep. Maar het is weer een andere setting geweest die laatste 4 jaar. Daar komt natuurlijk de corona bij. En ja. Je zit niet meer echt direct aan die knoppen te draaien. Oppositie voeren is heel anders dan in een coalitie meelopen en meedraaien. Die manier van besturen, hè, van coalitie, oppositie. Coalitie heb je dus de meerderheid. Dus wat die andere zegt, maakt niet uit, want we zijn toch met de meerderheid. Maar is dat naar jouw inziens wel de juiste manier om een stad te besturen? Ja, tuurlijk. Echt wel. Ja? Ook een coalitie kan rekening houden met de wensen en ideeën van een oppositie. Ja, maar goed, is dat wel gebeurd? Kan ja, het goed zijn? Zeker, want er zijn, ik vind, heel goed voorbeeld de vlindertuin die gerealiseerd is. Mm-hmm. Nou, er komt iemand vanuit de oppositie, in dit geval Maureen Klein van GroenLinks, met een hele groep vrijwilligers en mensen die erachter zitten, met een echt goed idee. En heeft de hele raad, inclusief de coalitie, omarmd. Nou, dat is een prachtig initiatief geweest. En zo zijn er echt wel meer initiatieven in de stad die gewoon ene keer vanuit de coalitie komen, de andere keer van de oppositie. Maar er zijn ook momenten geweest waar we onze coalitie, sorry, als oppositie wel een beetje aan de kant geschoven voelden. Dat gebeurt. Dat je zegt van nou, het idee is toch goed, maar het gebeurde niet. Nee, het gebeurt niet. En noem eens een voorbeeldje. Nou, we hebben de eerste keer een behandeling gehad van de begroting. Mm-hmm. Elke november kijken we als gemeenteraad, wat moeten we begroten voor de komende 4 jaar? Ja, even voor de beeldvorming. Tegenwoordig gaat er natuurlijk zo'n beetje 150 miljoen om. Natuurlijk is er heel veel geld geoormerkt. Hè, ja. Dus dat moet je als gemeente uitgeven. Ja, klopt. Het vrije speelveld is niet zo groot. Wat is dat ongeveer? Ja, laat eens een keer 5% zijn. Ja, mm-hmm. Misschien wel meer, maar je dus hebt dat is een, zeg maar een 7, 7,5 miljoen. Ja, nou ja, er zit best wel veel geld in. Ik kan best wel eens een keer op een andere manier zeggen, nou, laten we dat nou even parkeren. Mm-hmm. En we gaan het geld ergens anders aanbesteden. We hadden een soort van tegenbegroting gemaakt als oppositie. Maar die eerste keer werd er gewoon geen eens een debat over gevoerd.
Nee. We hebben gezegd, daar gaan we niet over. We gaan nu graag tot stemming over. Nou, dat vind ik dan jammer, want dan doe je geen recht aan de ideeën die er zijn. Ja, misschien zijn er hele goede argumenten. Zat er bij dat idee bijvoorbeeld ook de rondweg van Passewaaij toen al? Nou, kijk... Nu is het een hot item. Ja, natuurlijk, maar dat is... Maar dat ja, is er is nog steeds geen geld voor gereserveerd. Zolang Passewaaij gebouwd is en het nog steeds gebouwd wordt... is zo'n rondweg altijd wel een punt geweest. Ja. Protiel is daar... Is er al mee begonnen. 2002 groots mee gegaan. Maar goed, die zijn daar ook... die hebben ook aan het roer gezeten. Ja. Daadwerkelijk is er nooit iets gereserveerd of gedaan. Nee, maar zo werkt een gemeente ook vaak... door niet echt heel veel potjes te hebben. Nee, ze financieren het vanuit de begroting. En dan wordt gewoon gekeken... Oké, wat zijn dan de financieringslasten... en hoe kunnen we die in de komende 4 jaar... en de jaren daarna kwijt? En zo bouw je zo'n gemeentebegroting op. Is dat niet een beetje een nadeel van dus dat het allemaal korte termijn is, scoren geblazen. Kijk, zo rondweg, Passewaaij, wil je dat realiseren? Ik heb me laten voorlichten, dat kan best wel eens rond de 17 tot 20 miljoen kosten. Als er een tunnel onder het spoor door moet. Ja. Dat realiseer je natuurlijk niet in 4 jaar tijd. Nee. Dat je die centen als gemeente ineens op tafel legt. Nee, maar zo financiert een gemeente zich niet. Overigens, je hebt over een tunnel, hè? Stel, hè? Dat is maakt het duur. En rondweg. Kijk, een deel van de rondweg ligt er al. Maar ik bedoel het ook de ontsluitingsweg. Een ontsluitingsweg, hè? Dus een derde weg. Ja. De wijk uit. In en uit. Exact. Ja. Dat kost echt inderdaad heel veel. Maar de financiering van de gemeente is zo dat je daar geld moet voorzien te vinden. En we kijken ook natuurlijk heel bewust naar het Rijk en naar de provincie. Want de stad kan natuurlijk nooit in 1 keer dat bonnetje betalen. Nee. Dus, maar ja, dat zijn wel punten waar je rekening mee moet houden op een gegeven moment. En nu loopt dan natuurlijk het haalbaarheidsonderzoek. Daar hebben we ook geld voor gevonden. En daar staan we ook als hele... Ja, dan sta je nog steeds als gemeente aan het begin van het hele traject. Ja, je staat best wel aan het begin van het hele traject. Want zo'n ontsluitingsweg, zo'n derde ontsluiting... Ja, dat is zo'n infrastructurele impact. Dat is zoveel invloed op alle percelen rondom zo'n stad als Tiel. Dat gaat zelfs de grens over richting Geldermalsen. Dat zijn niet zomaar even plannen... die je makkelijk realiseert. Ja, maar elke politieke partij riep in verkiezingstijd... die rondweg die moet komen. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar ook iedereen roept dat heel de binnenstad schoon en opgeruimd moet zijn. Al het groen. Daar is niemand tegen. Er zullen ongetwijfeld een heleboel punten zijn... waaronder zo'n ontsluitingsweg dat iedereen wil. Ik denk dat er geen één partij is. Ik heb er zo niet tegengekomen die dat niet wil. Nee. Maar de manier waarop je het financiert en hoe je het faceert... Dat is wel een punt. En waar wij als CDA een punt van gemaakt hebben, is ga nou niet eerst een hele wijk volbouwen met 500 tot 1000 nieuwe woningen. Want dan weten we zeker dat het elke dag patat is op de ontsluitingswegen. Maar probeer het gelijktijdig te ontwikkelen. Daar zit de politicus aan je suipjes. Ja, natuurlijk. Nee, maar dat is gewoon evident. Op het moment dat er maar iets te gebeurt of de schaarsteek weg, een ongeval of iets dergelijks. Ja, goed, dat is duidelijk. Dan staan de files tot in de wijk. Ja. Of vanaf de snelweg. Hoe denk jij nou zelf? Want natuurlijk zit je nog steeds bij het CDA... en zul je altijd voor die club blijven praten. Dat is logisch. Maar wees eens reëel. Die ontsluitingsweg. Hoe schat jij dat nou in en wanneer is die er? Als nu alle seinen op groen gaan? Dan denk ik dat je pas over 10 jaar... de eerste auto's daarop hebt rijden. Dat zijn echt grote projecten. En dan moeten er nog stappen genomen worden. Maar dus elke politieke partij die zegt van nou die rondweg Passewaaij, ja, daar zijn we voor, die moeten komen. Dan gaat dat echt niet binnen 5 tot 10 jaar gebeuren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, dus eigenlijk is dat gewoon dat verhaaltje lulkoek. Dat noem jij zo, maar je moet wel in het kader van de juiste informatie richting inwoners zeggen hoe zo'n project moet doorlopen worden. Ja. Dat het duurt 10, 15 jaar. Dat kan ook 10 tot 15 jaar duren. Maar het is echt een hele forse. Je zegt net zelf, 15 tot 20 miljoen euro. Ja, dat gaat niet even op een namiddag. Dat is niet zomaar ook even het aanleggen van een vlindertuin. Daar gaat ook veel tijd in zitten. Maar het is toch een heel ander soort project. En ja, helaas op basis van ervaringen die we in het verleden hebben.
Maar dat is dan zo'n stukje, hè, uit de hele begroting van zo'n gemeente. Maar we zien ook gelukkig dat de afgelopen periode andere knopen zijn doorgehakt, waar we binnenkort wel ontwikkelingen van kunnen gaan zien. Ja, want dat wil ik je ook nog vragen. Hè? 8 jaar in die raad, daarvoor al commissiewerk. Ja. Er zijn natuurlijk een aantal best wel projecten waar je trots op kunt zijn. Nou, waar ben je bij betrokken geweest? Nou, ja, direct. Kijk, je bent met z'n 27 in de raad. Ik kan niet echt zeggen van, dit is mijn project en ik heb dat naar voren gebracht. Maar we weten met z'n allen dat we moeten zorgen voor meer woningen. En daarom ben ik ook zo blij dat het college, hè, en wie daar ook dan in zit, dat maakt mij dan niet zoveel uit, dat we stappen gezet hebben op het veilingterrein. Ja. Daar zijn nu percelen aangekocht, daar wordt ontwikkeld, er zijn plannen gemaakt. Maar dat is ook geen traject van 4 jaar. Dat... Nee, maar er zitten al 2 jaar in die voorontwikkeling. En de komende 2 jaar denk ik echt wel dat daar dingen gaan gebeuren. Dat de inwoner van Tiel echt dingen wel kan gaan zien. Ja, dat ze iets merken. Dat ze echt wel dat die eerste schop bij wijze van spreken de grond in kan. De financiën zijn zo goed als rond. De bedrijven die er nu nog zitten, ja, die moeten ook een plek krijgen. Maar daar gaat echt wel wat gebeuren. En ja, daar ben ik gewoon trots op als inwoner van Tiel. Dat zo'n ruwe plek tegen het binnenstad aan ontwikkeld wordt. En dat is een verdienste van eigenlijk van alle partijen. En daar heb je geen coalitie en geen oppositie voor nodig. Hey, ik heb nog nooit zoveel de termen coalitie en oppositie gehoord als de afgelopen 4 jaar. Daarvoor was het ook meer vergoed. Natuurlijk had je sausje van een bepaalde partij. Maar je deed het met elkaar. Ja. En dat was de afgelopen 4 jaar, mijn beleving, veel minder. Ja. Op sommige vlakken is het wel degelijk gebeurd. Maar... Is dat oud zeer? Zijn dat ego's? Als je nou eens die vinger op de zere plek legt, durf je dat? Tuurlijk durf ik dat. Maar als je als grootste partij aan het roer staat van een coalitie, hè, als je kijkt naar de PvdB samen met PvdA en de VVD, en je hebt het feitelijk voor het zeggen, want je hebt de meerderheid in de raad, kan ik me best voorstellen. Je denkt van, dan zullen we eens even doorpakken. Ja, is prima, maar je moet altijd rekening houden met die minderheid in de raad. Want die vertegenwoordigen ook een heleboel inwoners in de stad. Daar moet je gewoon echt rekening mee houden. En ja, dat is een beetje de stijl van zo'n nieuwe coalitie die we 4 jaar geleden gekregen hebben. Hoe ze het aanpakken. Ja, het is niet misschien mijn stijl, of de stijl van CDA of van D66 en die anderen die in de oppositie zitten. Maar je hebt er wel mee te dealen. Je moet er wel mee in gesprek blijven en in contact blijven. En dan helpt corona natuurlijk ook niet. Nee. Echt ook in de aanloop naar die verkiezingen. Ja, het is gewoon echt heel moeizaam geweest. Anders hadden wij echt wel veel regelmatiger bij mensen aan tafel gezeten. Ja, want ik sprak er ook over tijdens die afscheidsraad, zullen we maar zeggen. Politiek is emotie, hè? Zo simpel is het. Ja, klopt. Tijdens die avond hebben we opnames gemaakt. Want jij was niet de enige die afscheid nam. Nee, klopt. Er waren er nog een aantal meer. Ja. En daar gaan we nu even naar kijken. Diana Dekker, na 8 jaar komt er voor jou een einde aan de politiek in Tiel. Ja, dat klopt. Dat was een moeilijke beslissing. Maar ik heb hem uiteindelijk genomen om toch wat meer rust voor mezelf te geven. Omdat ik best wel een hoop heb meegemaakt de laatste jaren. Ja, natuurlijk, je kapperszaak, corona, persoonlijke dingetjes. Ja. Gaan we het verder niet over hebben. Nee. Keuzes, die moeten altijd gemaakt worden. Ja. Wel met weemoed? Ja, zeker. Het is niet, ik ben bij de oprichting, je bent bij het begin af aan bij een partij geweest. En dat valt niet zomaar mee. Ik weet nog helemaal in het begin, Pieter van den Burg, de man is er al lang niet meer. Maar die noemde jou de Mata Hari van de Tielse Raad. En zo was het, hè? Ja, en de Charlie's Angels, hè, wat straks vanavond ook werd genoemd. Dus we waren met 3 vrouwen de Charlie's Angels van Pieter. Dus ik heb gewoon een hele leuke tijd gehad. En kijk, het is wel... Hoe is die gezegd ook weer? Uit het oog, maar niet uit het hart. En dat gaat zeker gebeuren. Ik blijf achter de schermen gewoon wel actief de dingen volgen. Maar gewoon even wat iets op een lager pitje. Wat is jou nou het meeste bijgebleven de afgelopen periode? De afgelopen periode? Wij als partij zijn gewoon heel hecht gebleven. Ook in de moeilijke tijd. En ze hebben me ook flink gesteund. En we steunen elkaar eigenlijk.
Dat hebben wij gewoon als partij, dat is eigenlijk onze kracht. Broederschap? Ja, maar eigenlijk ook heel veel liefde naar elkaar toe. En je gunt elkaar de dingen en ja, ook de verbondenheid met elkaar. En dat hebben wij, ja, je groeit steeds meer naar elkaar toe. Dat is gewoon heel belangrijk in onze partij. En dat zie je eigenlijk ook wel. Wij zijn allemaal heel verschillende mensen, maar wel als één geheel. En dat was ook wat Pieter eigenlijk in ons eigenlijk allemaal zag. Er komt een eind aan 12 jaar raadswerk voor Ton Zuidema voor D66 in de Tielse Raad. Mm-hmm. Dat is toch best nog wel een lange periode, hè? Nou, dat dacht ik ook, maar het vliegt voorbij. Er is zoveel te doen. Er zijn zoveel interessante mensen die je tegenkomt. Zoveel om te leren. Zo gaaf om aan je eigen stad te werken. Het is voorbij voordat ik het in de gaten had. Ja, ik weet nog goed dat jij als nieuw zo raadslid op je fiets met een houten kistje voorkwam om te gaan filmen voor een filmpje. Rondom verkiezingen. Hè? Mm-hmm. Ja, dus stel je voor, ik ben Ton Zuidema. Ja. En toen hebben we nog gedraaid op de Waalkade bij min 5. En dat is inderdaad net alsof de dag van gisteren was. Maar goed, dat terzijde. Die 12 jaar, hè? Waar ben je nou het meest trots op? Nou, als ik kijk naar de periode waarin D66 aardig aan de bel heeft getrokken. Initiatieven heeft genomen rondom Zinden, nieuwe bibliotheek, verbouwing, Lingencollege, dat zijn wel grote, zware trajecten geweest. Ingewikkeld in de raad, maar ook ingewikkeld financieel. En als je dat dan met, en dat gaat niet eens om mijn partij, maar als je dan ziet dat je met een club enthousiaste mensen dat soort dingen voor jouw stad voor elkaar krijgt, ja, daar kan ik echt met heel veel trots en plezier op terugkijken. Want dat heb je dan met die 27 man toch maar mooi op de kaart gezet. En daar kunnen we elke dag nog van genieten. Dat maakt ook het raadswerk leuk. Je moet geduld hebben. Soms 5, 10, 20 jaar misschien, maar dan gebeurt er ook wat. Je had zelf nog graag doorgewild in die raad. Dat is niet gebeurd, daar gaan we het ook verder niet over hebben. Je bent wel de wethouderskandidaat, dus wellicht zit er nog meer in het vat. Heb je zin in die uitdaging überhaupt? Ja, heel erg. Het is de andere kant van het speelveld. En dat zou een mooie afsluiting zijn van een politieke carrière. Niet dat het een heilig moeten is, maar ik heb geleerd dat het raadswerk, het bezig zijn met politieke activiteiten, is verslavend leuk gewoon. En de leerlingen bij mij op school vragen vaak van, ja, ben je dan zo'n vergadertijger? Zit je uren achter elkaar? Ja, af en toe wel, maar dan gaat het ook ergens over en je ziet resultaat. Alleen je moet daar geduld bij hebben. We hadden het net in het vorige gesprek er al over, hè? De koning heeft jou behaagd een lintje te geven. Als Republikein sta je daar natuurlijk in eerste instantie maar een beetje schuchter tegenover. Maar het doet toch wat met je? Ja, het doet iets omdat het een heel formeel instituut is, dat lintje en de mensen van wie je het krijgt. Ik zie ook nu een heel modern, gemoderniseerd koningshuis dat hun taken serieus neemt. Dat totaal anders in de maatschappij staat dan hun voorgangers. En als je uit die hoek een onderscheiding krijgt, waardoor je eigenlijk door de gemeenschap wordt gewaardeerd om wat je hebt gedaan een aantal jaren. Ja, dat doet iets met je. Ja. Dat maakt het formeel belangrijk. En, vind ik als het nou hier helemaal ophoudt voor Ton Zuidema, dan ga je commissiewerk doen. Mm-hmm. Is die verslaving dan zo groot? Nou, het is voor een deel ook wel ingegeven omdat je ziet dat het belangrijk is, dat het ertoe doet. Je wil jouw kennis niet verloren laten gaan, is dat het? Ja, misschien wel. Kijk, ik merk het aan andere partijen ook, dat het ontzettend lastig is om jonge mensen, enthousiaste mensen weer binnen te krijgen. En daarvan is ook mijn ambitie nog even van een poosje doorgaan. Op het moment dat iemand een stuk jonger dan ik mijn plaats inneemt, graag doe ik een stap opzij en dan helpen we die in het zadel. Het is niet zo dat ik vanuit kennis en ervaring vind dat ik heel belangrijk ben voor Tiel. Daar gaat het niet om. Anderen kunnen dat natuurlijk ook, kunnen dat leren. Daar gaat het niet om. Maar het is wel leuk om over te dragen hoe interessant het is en hoe belangrijk het is. De verhouding in de maatschappij zie je ook terug in de raad. Dat is logisch, want het is gewoon een afspiegeling van die maatschappij. Hoe heb jij dat zelf ervaren de afgelopen periode? Ik denk dat de hele coronaperiode dat versterkt heeft. Ik hoorde het net van een collega van de Partij van de Burgers. Die zei van, ja weet je, omdat we na afloop van een vergadering niet even kunnen koekelen. Niet een borreltje, niet een hapje. Niet even napraten, omdat we uit elkaar moeten en die afstand moeten houden. Dat heeft ervoor gezorgd ook dat dingen zijn verscherpt, verhard. Wat ik heel jammer vind is dat Den Haag niet altijd het goede voorbeeld geeft van hoe je moet besturen. We kennen Tiel als een hele gezeggelijke, vriendelijke, open gemeenschap.
Ik heb daar iets over gezegd net in mijn toespraakje. Ik hoop dat het fatsoen stevig wordt vastgehouden in onze raad, want het is een groot goed. En dat zorgt er ook voor dat het vertrouwen in de politiek wordt hersteld. Dat is wel nodig. Lid in de orde van Oranje Nassau, Bart van Geurp, dat doet je deugd? Ja, heel fijn om zoiets mee te mogen maken. Once in a lifetime, hè? Dat zal het ongetwijfeld zijn. 12,5 jaar hoort daarbij in die raad zitten. En dat is natuurlijk een lange periode. Als je dat vergelijkt, het begin met nu, wat valt jou dan op? Er zijn een paar dingen die opvallen. Nou ben ik natuurlijk wel iets eerder begonnen dan 12,5 jaar geleden. In 2002 aangevangen. Het werd daarnet ook wel een paar keer aangehaald. De vormelijkheid waarmee we toen met elkaar omgingen was en is wel anders dan nu. Wat bedoel je daarmee? Wat de laatste jaren opvalt, dus niet alleen van deze periode, maar je ziet dat eigenlijk in een soort vooruitgang, is dat de manier waarop raadsleden met elkaar omgaan, waarop ze proberen al dan niet buiten de raadsvergadering om elkaar wel te vinden of misschien ook wel niet te vinden, dat wat verschuift. En dat soms belangen die worden nagestreefd op een meer intensieve manier worden nagestreefd dan dat in ieder geval naar mijn perceptie een jaar of 20 geleden het geval was. En is dat positief of negatief? Dat hoeft niet negatief te zijn. Alleen daar waar het gaat dat bijvoorbeeld een eigen ego dusdanig in de weg gaat zitten dat het niet meer een algemeen belang dient, dat het geen Tiels belang meer dient, vind ik het geen positieve ontwikkeling. En jij hebt dat Tielse belang, zeg je, met hand op je hart al die tijd gediend? Ja, dat durf ik ronduit te zeggen. We haalden het net al aan. Ik heb altijd bewust bewust een oranje das gedragen. Opdat me dat er iedere keer aan heeft helpen herinneren dat je dit soort dingen doet die uiteindelijk in het belang zijn van alle inwoners van Tiel. Je doet dat niet voor jezelf, je doet dat niet voor je partij, je doet dat omdat je die stad op de een of andere manier verder wilt helpen. Waar ben je zelf trots op? Waar ik voor mezelf het meest trots op ben, is dat ik denk voor veel personen, of dat nou oppositie of coalitie was, in ieder geval aanspreekbaar was en op de een of andere manier maar altijd wel heb kunnen mengen tussen de diverse partijen en daar wel verbindingen tot stand heb weten te brengen. Dus echt wel ook die volksvertegenwoordiger? Naar mijn beleving wel. Uiteindelijk moeten anderen daar over oordelen, want zij zullen dat veel beter kunnen dan ik. Maar dat is wel iets waarvan ik zelf het gevoel heb dat in ieder geval in politieke zin wel gelukt is. Nou zal ongetwijfeld het laatste paar maanden misschien iets anders doen vermoeden, maar als ik het gewoon over de hele periode overzie, denk ik dat wel goed gelukt is. Als Bart van Geurp iets zei in die raad, dan luisterde ook iedereen. Ik heb jou zelf leren kennen als een weloverwogend en een denkend mens voordat er iets uit je mond überhaupt komt. Ik ga nog eens een keer terug naar een jaar of 2, 3 geleden, want boos hebben we je bijna nooit gezien. Maar het is wel een keer gebeurd en jij vertrok uit deze raad en zei toen nog tegen mij in de gang, het zijn hier een stelletje kleuters, ik wil er niks mee te maken hebben. Ging je toen over de scheef? Achteraf gezien had je het misschien beter anders kunnen doen, maar op dat moment voelde ik dat wel. En ging het in het geheel niet meer over waar het over zou moeten gaan. Dan kun je erbij blijven zitten en proberen je statement te maken. Ik heb het op die manier gedaan. Of het helemaal de juiste wijze was, nou ja, dat zal dan de tijd wel leren. Het geeft heel goed aan dat politiek emotie is. Jazeker. Ja, voor mij in ieder geval wel. En hoewel ik denk ik het best redelijk beheersbaar kan houden, lukt het niet altijd. Gaat het ook wel eens een keer wat anders dan dat je later misschien denkt, nou, dat het toch iets anders gekund. En nu is het klaar voor jou? Ja. Waarom? 20 jaar actief geweest, dan wordt het echt gewoon tijd dat andere mensen iets gaan doen. Het zou niet goed zijn als je zo lang op de een of andere manier een stempel drukt. En dan zeg ik niet of dat een groot of een klein stempel is, ook dat is een andere. Maar wordt het vooral echt tijd dat andere mensen dingen doen. Nou, siert de man Bart van Geurp. Mag ik je danken voor het gesprek? Graag gedaan, dankjewel. Burgemeester Hans Beenakker, dit was de laatste raadsvergadering met de oude raad. Een terugblik en afscheid. Klopt, ja, dit is natuurlijk altijd een mooie avond. Met gemengde gevoelens ook, hè, want er gaan ook een aantal raadsleden echt stoppen. 10 raadsleden vandaag van het afscheid genomen.
4 koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken. Wat ik altijd heel eervol vind om dat namens de koning te mogen doen. En ik heb ook teruggekeken naast de persoonlijke toespraken op de afgelopen raadsperiode. Waarin ondanks die hele vervelende coronaperiode we ook heel veel mooie dingen tot stand hebben gebracht in de stad. Ja, de afgelopen 4 jaar is er genoeg gebeurd in die stad. Hè? Heel veel positieve dingen ook, laten we dat niet vergeten. Welke bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb bijvoorbeeld een aantal zichtbare projecten genoemd. Hè. Het zwembad wat gerealiseerd is, de Waalkade die opgeknapt is. Veel woningbouwprojecten worden nu gebouwd of zijn gerealiseerd. Het mooie winkelcentrum Westlede. Ja, dus heel veel zichtbare zaken, maar ook gewoon hele belangrijke agenda's zijn vastgesteld. Zoals een sportagenda, schuldhulpverlening. De sociale poort hebben we opgestart als 1 toegang voor het sociaal domein. Dus is eigenlijk de afgelopen periode ja, best heel veel gebeurd. En dat is altijd, vind ik altijd wel heel bijzonder en mooi als ik zo'n avond aan het voorbereiden ben. Dan kijk je inderdaad 4 jaar terug en dan blader je eens wat dingen door. En dan ja, ben ik altijd wel onder de indruk hoeveel besluiten dan door zo'n raad genomen worden. Maar het was ook een rotperiode en dan bedoel ik natuurlijk de coronapandemie. Ja, het was natuurlijk een ongelooflijk moeilijke periode voor iedereen in onze stad. En zeker. Maar ook voor de burgemeester, niet altijd even zichtbaar wat je moet doen, maar toch. Ja, je bent natuurlijk in een crisisteam veel op de achtergrond ook bezig. Ik heb wel geprobeerd de verbinding altijd te blijven houden met de samenleving. Maar ja, dat was natuurlijk toch best moeilijk in de coronatijd. Omdat letterlijk bijna iedereen opgesloten zat of je mocht niet bij mensen op bezoek. En ik ben ook heel blij dat ik dat zelf ook weer kan doen. Dat is ook het leuke van mijn werk, om de mensen te ontmoeten bij activiteiten, bij evenementen, bij 60-jarige huwelijken. De verhalen over de stad te horen. Ja, dat is een heel boeiend aspect, ook in mijn werk. En ook om terug te geven aan de mensen. Dus ik ben heel blij dat dat weer kan. Dat we weer mooie evenementen straks gaan krijgen. Tegelijkertijd zijn we natuurlijk ook met een nieuwe crisis wel bezig en heel druk. En dat is de opvang van de Oekraïnse vluchtelingen. Even terug naar die raad. 10 van de 27 vertrekken. Is dat een aderlating? Ja, dat is altijd een aderlating. Want daar gaat heel veel ervaring weg. Nou ja, de laatste 4 die ik heb toegesproken met een onderscheiding hebben al meer dan 12 jaar in de raad gezeten. Op allerlei verschillende momenten. Ook een aantal fractievoorzitters. Ja, natuurlijk is dat een aderlating. Dus er gaat heel veel ervaring weg. Gelukkig blijven een aantal van hen die zich ook inzetten hier in commissies of in vrijwilligerswerk. Dus we gaan hen zeker niet voor de stad missen, maar wel voor de raad. Maar gelukkig krijgen we ook morgen weer enthousiaste nieuwe mensen daarvoor terug. Oké, met de neus naar voren. Komende 4 jaar voor u als burgemeester? Ja, we gaan er vol energie aan. Er liggen heel veel mooie kansen en heel veel mooie projecten waar we mee bezig gaan. Onder andere voor de binnenstad, die ik al had genoemd. Waar we de afgelopen 4 jaar de aanzet voor gegeven hebben. Maar we gaan als het goed is heel veel bouwen in de stad. Woningen bouwen. En er liggen nog wat dossiers klaar die opgelost moeten worden. En ook best wel wat ingewikkelde dossiers natuurlijk, maar dat hoort erbij. We gaan vol energie en ik heb er heel veel zin in om de komende raadsperiode weer aan de slag te gaan voor onze inwoners. Arjen, ja. Jij hebt 8 jaar in die raad gezeten, 4 jaar commissiewerk. Oftewel, je liep net een lintje mis. Ik doe het echt niet voor lintjes. Ik ben al lang blij als er mensen zijn in mijn directe omgeving die mij appen. Ik heb op je gestemd hoor. En dan gaat er een dikke duim terug via de app. Ik doe gewoon heel veel ander vrijwilligerswerk, anders dan in een gemeenteraad of binnen de muren van het stadhuis. Eigenlijk vind ik dat veel belangrijker. Als het dan mensen zijn die tijdens het doen van dat vrijwilligerswerk een duim opsteken of je een complimentje geven, dat vind ik veel belangrijker dan een koninklijke onderscheiding. Maar toch, ik kan me voorstellen als raadslid, ook al ben je een republikein, dat leuk is. Het is natuurlijk een stukje streling, daar komt het weer aan. Ja. Het woord ego, ja. Streling van het ego. Het is natuurlijk Nederlandse cultuur op en top. Ja. Hè? Mijn schoonvader heeft ook een lintje gekregen voor jarenlang orgelspel in de kerk. Die man die had een smile van oor tot oor en nog steeds heeft hij het erover. Ja. Het doet gewoon mensen heel veel. En ik zit niet te wachten om vanuit een zeker automatisme na 12 jaar lidmaatschap een lintje te krijgen. Het liefst
heb ik die waardering van de mensen waarvoor je het doet in de Tielse samenleving. Maar goed, als het de koning een keer behaagt, zal ik er nooit nee tegen zeggen. Altijd leuk. Ja. Hey, waarom ben je eigenlijk gestopt? Ik ben gestopt omdat ik na 8 jaar en dan die 4 jaar commissie zoiets had van... Het is even mooi geweest. Er zijn anderen die dat makkelijk en goed over kunnen nemen. Die er ook veel energie in willen steken. Die ook 4 of misschien nog langere jaren in een commissie gezeten hebben. En ik zal even klappen, volgend jaar komen er weer verkiezingen aan. Dan zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten. En dan ga jij voor de provincie? Of voor het waterschap. Oké, vind je ook leuk? Vind ik ook leuk. Ik heb altijd in mijn werkzame leven dingen erbij gedaan. Ik heb in het bestuur van de Kamer van Koophandel gezeten namens CNV. Ik heb in de ledenraad van de Rabobank gezeten 8 jaar. Nu 8 jaar in de gemeenteraad. Tijd om de bakens te verzetten. En dat is de basis om hiermee te stoppen. En dat is een van de achtergronden om hiermee te stoppen. Politiek heb je altijd leuk gevonden, want ja. Je bent niet bij het CDA begonnen, hè? Jawel. Dan zal ik je iets nieuws verklappen. Oh, vertel. Ik ben in Tiel komen wonen in 1989. In de jaren 90, 91. Toen was Hanja Maiwegge bezig met de Betuwe-route. Ja. Die lag er toen nog niet. Mm-hmm. En die kwam een keer naar het onlangs gesloopte Betuwe-restaurant. En toen ben ik door een CDA-lid uit de straat gevraagd. Joh, is dat niks voor jou om daar eens te komen? En vanaf dat moment hebben ze me gestrikt. Toen heb ik zelfs nog op de lijst gestaan. Ik ben campagneleider geweest van het CDA. Ik ben nog voorzitter geweest. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou ja, het liep niet meer zoals ik dacht dat het zou moeten gaan. Dan neem je een stap terug. In 2001 ben ik gevraagd door Lambert Dijkstra van toenmalig ProTiel om daar wat hand- en spandiensten te verlenen. En dat vond ik toen best wel leuk. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb nooit op een lijst gestaan. Oké. En uiteindelijk toch weer terug naar de roots CDA. Ja, kijk. ProTiel begon toen als een complete vernieuwing. Mm-hmm. Meelistend op de Pim Fortuyn-hoos, hè, dat was toen een rage. Kwamen ze plotseling van 0 op 8 zetels in 2002 in de raad. Nou, ik heb dat van heel dichtbij meegemaakt, hartstikke leuk. Het logo van ProTiel heb ik ontworpen. Dat weten heel veel mensen niet, maar ik heb hem ontworpen. Oké. Dus dat is dat naambordje van Tiel met podium. Exact. En daar ben ik nog best wel een beetje trots op eigenlijk. Ja, dat ze dat nog steeds hebben. Dus die lijntjes die liggen er nog steeds of helemaal nou, niet meer? Nou, nee. Goed, ik ken de mensen van vroeger. En als ik Jan de Haan tegenkom, maak ik altijd even een gezellig praatje met hem. Als ik Joke Roenhuis tegenkom, maak ik een gezellig praatje met hem. En ik heb nooit een hekel aan mensen gehad. Nooit. Het zijn altijd inwoners van Tiel. En ik zal iedereen, hoe iemand mij ook wel of niet afbrandt in een raad, of ik zal iedereen altijd een hand blijven geven. Altijd. Heb je dat als vervelend ervaren, dat mensen je afbranden? Nou, het gebeurt in de politiek, hè? Ja, het gebeurt wel in de politiek. En het vervelende is soms dat ze dat achter je rug doen. Nooit zo recht, hè, zoals wij nu spreken. En ik zou iedereen op willen roepen als politicus... Is dat trouwens Tiels? Meer Tiels dan ergens anders? Nou, dat achterbaks, hè? Ergens anders, daar niet zoveel ervaring mee. Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat Tiel... Van alle tijd. Tielenaren best wel eerlijke mensen zijn. Maar dat zie ik ook in mijn eigen werk. En dat is dan in Rotterdam. Soms hebben mensen meningen over jou. Terwijl ik heel toenaderingsbaar ben. Maar die gaan dan via omwegen iets over jou zeggen. Dat vind ik een slechte eigenschap. Als ik iets heb met iemand, dan ga ik naar iemand toe. Ik zeg, joh, wat je daar zei of wat je daar deed, dat vond ik niet zo fijn. Oh, daar en daar en daarom. En ik hoop dat dat de komende 4 jaar gewoon oprecht gebeurt met iedereen. Gewoon. Ja, Hans Beenhakker, de burgemeester, die sprak daar ook over, hè, tijdens die begrotingsraad. Dus niet alleen maar elkaars vliegen afvangen, maar ook juist kijken naar wat hebben we met elkaar wel bereikt. Ja, dat is heel belangrijk. Heeft hij dat te weinig gedaan, vind jij, de afgelopen periode? Hij had best een schepje er bovenop mogen doen. Ja, partijen meer bij elkaar brengen. Waakzaam zijn waar partijen het elkaar dreigen te raken. Ik denk dat dat belangrijk is als burgemeester om te zorgen dat die samenwerking er blijft. Om dat maar een Bijbelse tekst te gebruiken, de hoeder van de kudde. Moet dat een burgervader ook zijn?
tot op zekere hoogte wel. Dat mag best. Je mag best wel eens een keer als burgervader, burgemeester optreden en zeggen van... zoals we hier met elkaar omgegaan zijn in de raad, dat zie ik liever niet. Hij zegt ook wel eens, ik ben geen schoolmeester, tuurlijk. Maar je mag wel eens door laten schemeren hoe jij graag zou willen het zou moeten. Kun je daar een voorbeeldje van noemen? Nou, we hebben best wel eens een keer wat uitingen links en rechts gehad. Niet alleen in de raadzaal, maar ook daaromheen. Dat mensen elkaar niet op ja, dat er een beetje roddel was. Mm-hmm. Ik zal voorbeeld geven met mijn fractievoorzitter. Ik werd vaak de dominee achteraf genoemd. Maar niemand heeft in mijn bijzijn ooit gezegd... Hey, dominee... Snap je? Ja, ja. Het zijn vaak van die dingen... Maar ik vind het wel een geuzennaam. Ja, ik ook. Daar heb ik er nooit probleem mee gehad. Nee. Ik voel me dat niet, maar zo kan het wel eens een keer overkomen. Maar daar heb ik helemaal geen probleem mee. Maar ik heb er wel een probleem mee. Had je dan gevonden, gewild, dat Beenhakker dan daar actie op genomen had? Als dat openlijk en ook in een raad... op te veel op de man of de vrouw is, mm-hmm. dan zou ik als burgemeester gezegd hebben van zo gaan we niet met elkaar om. En dat is vaak genoeg volgens mij aangekaart. Maar ja, het is wel eens jammer dat dan ergens in het midden blijft liggen. Ja. En die omgangsvorm, maar goed, daar gaan we het over hebben. Dan gaat het van kwaad tot erger, hè? Totdat, jammer genoeg, is het landelijke voorbeeld dan een heel slecht voorbeeld voor Tiel. Of ja, mag je die link niet leggen? Nou, kijk, het openbare debat ontspoort wel eens. En je kan heb je ook wel eens niet dat je zegt, van, hoe kun je dit nou zeggen? Ja. Waar haal je dat vandaan? Ja, maar dan bijt je op je tong. Maar ik heb jou nooit op die knop zien drukken. Nee, niet in het openbare domein. Maar we hebben het regelmatig ook in onze fractie gehad. En we hebben gezegd, ja, Yvonne, neem het alsjeblieft mee naar het presidium, de vergadering van alle fractievoorzitters met de burgemeester, en kaart het aan. Ja. En dan is een fractievoorzitter wel de aangewezen persoon om bij die burgemeester, of bij de personen waar het om gaat, op die knop te drukken. En zeg je, zo gaan we niet met elkaar om. En in de wandelgangen probeer ik ook altijd heel veel de mensen gewoon op aan te spreken. Nou, is dit nou de manier om met elkaar om te gaan? Of gewoon zelf het goede voorbeeld te geven? Ja, nou doen we net alsof het heel slecht gaat met die raad en zo. Dat is natuurlijk ook niet het geval. En elke 4 jaar is er een bepaalde dynamiek. Dat die de afgelopen 4 jaar niet zo fijn is geweest als de periodes daarvoor. Dat kan gebeuren. Ja. Stip op de horizon. Tiel, daar ben je trots op. Ja, absoluut. En dat blijft zo? Dat blijft zo. Ik denk dat er heel veel gaat gebeuren de komende jaren... Blij met zoals die PVDB en de VVD en de PvdA het gedaan heeft? Natuurlijk had er een CDA-sausje overheen gemogen. Blij. Ik ga niet staan juichen hier en veren in iemand zijn achterste steken. Nou, mag hoor. Nou ja, maar... Daar zijn natuurlijk heel veel dingen goed gegaan en het was een moeilijke tijd. Tuurlijk, er zijn dingen goed gegaan en ere wie ere toekomt. En de kiezer heeft altijd gelijk, dus die heeft feitelijk ook... de vorige status min of meer bevestigd. Want zoveel landverschuivingen zijn er niet in Tiel geweest. Ik denk dat we het al met al niet zo heel slecht gedaan hebben. Maar er is ruimte voor verbetering. Laat ik het zo zeggen. Ja. En dat is dan de boodschap die de dominee meegeeft. Ja, gemeente, Tiel. Wat beter met elkaar omgaan. Vaker naar elkaar luisteren. Blijf elkaar die hand schudden. Het is niet allemaal persoonlijk bedoeld. En die soep is nooit zo heet als het u opgediend is. En je moet niet overal iets achter zien. Geen complotjes, geen dingetjes. Maar gewoon eerlijk en open, met open vizier, die klus doen voor Tiel. En daar zitten de inwoners op te wachten. En ik hoop vurig dat we in de richting naar de weer volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2026... klinkt heel ver weg, maar het is er zo... dat we alsjeblieft meer mensen kunnen interesseren om naar die stembus te gaan, mensen. Het is echt wel belangrijk. En we moeten ook onze hand in eigen boezem steken, vind ik.
Maar we moeten veel meer die verbinding zoeken met de inwoner. Ik denk als je dat goed doet, vanuit alle partijen, vanuit het college, vanuit de wethouders, vanuit de politici, breed ambtenarij, alle verenigingen, stichtingen die in Tiel actief zijn. Als we dat met z'n allen nou eens goed doen, de schouders onderzetten, dan denk ik dat het allemaal in orde gaat komen. Nou Arjen, ik bedoel het echt niet negatief, maar het was een mooie preek. Dus ik snap die geuzennaam van de dominee, begrijp ik wel. Hey, mag ik jou danken voor het gesprek? Ja, ik zal geen amen zeggen, maar ik vond het ook een aangenaam gesprek. En succes. Tot zover deze aflevering van Tiel aan tafel. Graag tot volgende week.